Het bevreemdt Bronto Somoharjo om te vernemen dat Paul Somoharjo als staatsadviseur Basu-kaarten uitdeelt in Nikeri. Hij ontkent dit stellig. Dit is een pertinente onwaarheid. Deze kwestie is vorige week aan de orde gekomen in de Nationale Assemblée. Deo Sharman, vicevoorzitter van het parlement, bracht dit aan de orde. Hij riep de regering op om serieus te kijken naar deze situatie. Om inderdaad die arme mensen die meneer Jogi aangeeft, te voorzien in de kaarten. Want dit mag niet zo zijn, voorzitter, dat hier, en ik krijg informatie vanuit Nikeri, dat staatsadviseurs in Nikeri bezig zijn te registreren wie een Basu-kaart wil hebben. En die kaarten worden uitgeprint in Paramaribo en gedistribueerd in Nikeri. Dat is de situatie. En ik hoef u niet te vertellen dat het verbonden is aan partijpolitiek. Dit is onmogelijk onkan, voorzitter. En dit gaat verkeerde proporties aannemen als wij als Nationale Assemblée niet gaan optreden. De partij Pertjuiloor is niet gebaseerd op het verdelen van basispasjes. De partij Pertjuiloor is niet gebaseerd op het verdelen van werkjes. De partij is gebaseerd op ideologie. En onze ideologie is de sociale kracht. Dat weet u ook. De partij heeft de laatste verkiezing geen slechte beurt gemaakt omdat we zo'n slechte partij zijn. Maar omdat heel veel mensen zijn misleid en verleid. En Somoharjo heeft als levensmissie genomen om die allemaal terug te brengen naar huis. En dat lukt aardig. Ik heb het net al gezegd bij de vorige journalist. U heeft het gezien, er was laatst een massameeting van NDP. En daar waren er nog geen 5 Javanen. En dat is de enige Javan was die van Nikeri en die van Wanica. Volgens mij was meneer Mustadjai niet eens. Paul Somoharjo maakte onlangs wereldkundig bekend dat hij wil verhuizen naar het district Nikeri. Daar zou hij onder meer de eenheid proberen te bevorderen tussen de PL'ers. De bewindsman weet niet waarom er een aanval wordt gepleegd op de voorzitter van de partij. Wij van Pertjuiloor doen er alles aan om de samenwerking zo goed mogelijk te houden. Dus u zegt ja, u zegt hier nee? Ik zeg dat wij van Pertjuiloor er alles aan doen om de samenwerking zo goed mogelijk te houden. Ook al zou het over een collega gaan van VG of een collega van OW, ik vind dat dat niet zo besproken moet worden. Kijk, we zijn een team en wij dragen de verantwoordelijkheid als collectief. Maar ik denk dat wij morgen de vragen die zijn gesteld in het parlement, dat we daar gepast antwoord op gaan geven.